Wachten duurt lang als je honger hebt. Ik zie er echt zo moe uit. Inky kwam ook nog wat drinken. Die zei, je ziet er heel moe uit. Ik zei, dank je. Had ik net nodig. Goedemorgen. Check mijn haar. Het lijkt echt net alsof ik het gekruld heb. Nou ja, ik ben wakker. Het is 11:45. Ik had een wekker om 12:00 gezet, omdat ik dacht, ik wil gewoon echt niet later dan 12:00 mijn nest uit. Aangezien ik weer om 13:30 weg moet. Ja, dan heb je 1,5 uur om thuis te zijn en dat is eigenlijk al kort zat. Ik moet heel nodig naar de wc. Dat ga ik zo eerst doen. Ik ga even lekker douchen. Ik hoop dat mijn ouders thuis zijn. Ik heb echt zin om eventjes te kletsen. Ik heb ze gisteren ook al niet zoveel gezien. Maar ik weet dat mijn vader vandaag de kledingkamer ging laminaat leggen. Dus ik weet niet of het er is. Het ziet eruit alsof het weer lekker weer is. Maar gisteravond op de fiets had ik het zo koud. Ik moet echt een jas meenemen vandaag. Heb ik nog een jas? Ik zit even te denken. Want ik had dat leren jasje heb ik nou nog steeds in mijn nieuwe huisje liggen. En dat gaat ook niet echt over dat vest. Nou ja, moet ik even over nadenken. En dan gaan we weer een dagje werken. Ik hoop stiekem dat ik eerder naar huis mag. Omdat er echt, volgens mij staan er 5 of 6 tot sluit. En vaak mag er dan iemand eerder weg. En we gaan er een aantal vanavond gezellig naar het dak. En als het niet kan, kan het niet. Weet je, ik heb zelf voor gekozen om in de horeca te gaan werken. En is het geen probleem. Maar als het wel kan, dan kan ik gezellig mee. Als ik voor 2:00 klaar ben. En dat is ook wel leuk. Volgens mij is iedereen gewoon pleit, hè? Het enige wat ik zie is mijn koffiezetapparaat. Ik drink helemaal geen koffie, mocht je nog niet eens zijn opgevallen. Maar mijn ouders hebben dus ergens een Dolce Gusto bijgekregen. Dus ze zijn, neem die gewoon mee, want je gaat wel een keer mensen krijgen die wel koffie drinken. Maar, nou staat hij hier. Maar waarom? Hoe werkt dit? Oh. Koffie gewoon niet te zuipen, jongens. Het spijt me. Maar hoeveel melk ik er ook doorheen doe. Nee. Er is echt helemaal niemand. De auto is ook weg. Nou, wat ongezellig. Jammer. Oké, dan ga ik nu echt douchen. Ik heb ook honger. Ik ben echt het huis rond aan het lopen. Alsof ik niet weet wat ik moet. Maar dat is ook een beetje zo. Je hebt dan zo weinig tijd dat je niet echt iets kan doen. Dus dan heb je het idee, oké, wat zal ik doen? Ik kan niet echt iets doen. Ik kan in ieder geval douchen. En dan ga ik nu ook doen. Het is weer tosti-tijd. Het is weer tosti-tijd. Ja, la la. Een lekkere tosti. Oh, wat gaat het leven zo mooi. Een tosti maakt het leven beter. Jawel. I can feel your energy. Ik heb nog een half uurtje van echt dit fantastische weer genoten. Even de bosjes molesteren hier. Sorry, bosjes. En nu is het 3:05. Dus ik ga richting het werk. En ik viel net gewoon bijna in slaap in de zon. Dus ik ben duidelijk nog niet uitgeslapen. Maar op zich, ik denk dat ik er 16:30 in lag. En dan tot 11:30 is toch gewoon 7:00. Dus het is, maar het is gewoon wennen. En het probleem bij mij is denk ik ook nog dat ik zeg maar, even opstappen. Door de week wel gewoon een standaard ritme heb van om 11:00 slapen. En rond een uurtje of 9:00 weer wakker. Maar ja, we gaan gewoon weer eventjes een uurtje of 12:00 knallen. En morgen ben ik lekker vrij. Maandag ben ik vrij en dinsdag ben ik ook vrij. Ik mag ondertussen pauze gaan houden, dus ik heb weer even die salade besteld. Wachten duurt lang als je honger hebt. Ik zie er echt zo moe uit. Inky kwam ook nog wat drinken. Die zei, je ziet er heel moe uit. Ik zei, dank je. Had ik net nodig. Ja, goed zo. Ach, whatever. Ondertussen lig ik weer in bed.
En ik mocht uiteindelijk wel eerder weg van het werken. Dat was super fijn. Ik ben dus nog eventjes met Inger en Pif en Melano in het dak geweest. Melano komt ook uit Georgië. En het was heel gezellig. Maar we zijn niet zo lang geweest, want het was eigenlijk al super snel rustig. Dus ik heb Melano naar huis gebracht. En nu lig ik lekker in bed. Ik vond het echt leuk. Het was echt gewoon precies goed. Even gezellig. Iedereen weer zien en dansen. En ik had er zo op ingesteld dat ik gewoon tot sluit moest. Omdat het gewoon... Ja, ik stond ook tot sluit. Dus dan, ja, de laatste tijd moet ik eigenlijk ook altijd tot sluit. Dus ja, het was echt leuk. Ik vond het echt heel fijn. Maar nu ga ik lekker slapen. Want mijn weekend is begonnen. Ik ben nu de komende 3 dagen lekker vrij. Morgen ga ik vooral niks doen en een beetje bijkomen. En dan kunnen maandag en dinsdag gewoon weer aan de klus. Het gaat echt hard met het huisje. Mijn papa heeft vandaag dus nog de slaapkamer en de hal gedaan. Dus ja, ik denk dat ik er volgende week in ga. Als je het zeg maar ziet als deze week nog klussen. Volgende week alle meubeltjes neerzetten. Bizar. Maar ja, bedankt voor het kijken. Welterusten. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je morgen. Slaap lekker. Goedemorgen. Check mijn haar. Het lijkt echt net alsof ik het gekruld heb.